Feyenoord oefent op trainingskamp in Portugal tegen het Franse Strasbourg. Hier zien we de opstelling van de Rotterdammers met een aantal namen die opvallen. Op links dus het officieuze basisdebuut van Leo Sauer. Er is ook een plekje op het middenveld voor Dermane. En ook opvallend is natuurlijk Mats Wiever als laatste man. Wiever naar Dermane. De beweging naar voren van Mimi Benita. En zo blijft die bal maar in de lucht tot dit moment. Heerlijke aanname daar van Orkun Kukçu, vindt hier Hartman. En hier is Leo Sauer met die typerende dribbel, buitenkant voet. En dan dit schot, maar dat is geen gevaar voor Cels. En dan komen de Fransen. Met hier deze bal achter de verdediging op Ajorg. Oog in oog met Marciano. Maar de sluitpost houdt zijn doel schoon. Weinig gebeurt in de eerste helft. Vrije trap met achter de bal onze captain. En hier is Hanchko. Doet eigenlijk alles goed. Maar daar is altijd nog de keeper. Veel vers bloed in het elftal bij Feyenoord in de tweede helft. Onder andere Jaden Slory zojuist aan de bal. Hier is Jiménez. En Igor Pajau. Gaat naar de grond. Vrije trap voor Feyenoord op een mooie plek. Tabouni gaat deze vrije trap voor zijn rekening nemen. Ook Santiago Jiménez staat erbij. En Pajau staat voor de muur om het zicht te belemmeren. Tabouni! In de korte hoek, in de hoek waar de keeper staat. 1-0 voor Feyenoord dankzij deze geplaatste bal van Mo Tabouni. En hier zien we het, de keeper even op zijn verkeerde been. Bal wordt ingeslingerd. En weer was het daar, Ajorg duikt achter de verdediging op, maar brengt ook deze kans om zeep. Igor Pajau. Hier is Milambo. En Tabouni. En hier op linksback Mike Klein. Stuurt daar Milambo weg. Kans voor Jiménez, maar zijn kans spat uiteen op de lat. De uiterste slotfase als de Fransen nog één keer op zoek gaan. Oh, en hier ruzie met de zwaartekracht. Jaden Slory kan profiteren. Slory doet hier alles goed, vindt Jiménez. Maar daar had de Mexicaan wellicht meer mee kunnen doen. Maar Feyenoord wint hier met 1-0 dankzij die rakenvrije trap van Mo Tabouni.